Charlotte Beumer, je bent trainer en coach en werkt onder andere met EMDR. Die EMDR, heel bekend momenteel. Wat is het precies? Het is een methodiek die ingezet kan worden bij traumaverwerking. En bij mensen die op een of andere manier ergens last van hebben, een traumatische ervaring hebben gehad. Maar dat kan ook zijn faalangst, het kan ook zijn een fobie. En eigenlijk bij die verschillende klachten of hulpvragen kan EMDR vaak succesvol worden ingezet. Ja, want ik heb gezien dat de indicaties waarbij het zou kunnen helpen heel breed is. Maar hoe ga je precies te werk? Nou, sowieso begint het altijd met een hele grondige intake. We gaan eerst kijken, wat is de hulpvraag? Waar heeft iemand last van? Want zoals je net terecht ook aangeeft, dat kan heel breed zijn. Soms zijn dingen heel helder terug te herleiden. Dus bijvoorbeeld iemand is ooit door een hond gebeten en heeft nu angst voor honden en wil daar graag vanaf. Maar het kan ook zijn dat iemand angst heeft om te vliegen, niet naar een ver land op vakantie durft, maar nog nooit zelf in een vliegtuigongeluk betrokken is geweest. Daar zijn verschillende protocollen voor om iemand te helpen. Want is het een intensieve behandeling? Ja, absoluut. Ja. En hoe het effect is, is nooit echt goed te voorspellen. De ene persoon bemerkt daar direct effect van. De andere persoon die denkt, nou, weet het niet, maar dat effect komt later. Er is geen one size fits all. Het is ook geen wondermiddel. Dus er zijn ook mensen die bemerken er geen effect van, helaas. Die zijn er ook. Want kun je stellen of dat er eventueel bijwerkingen zijn? Niet dat ik vanuit mijn praktijk heb ervaren. De mensen met wie ik tot nu toe heb gewerkt, die hebben er eigenlijk gelukkig allemaal tot nu toe baat bij gehad. Een bijwerking zou wel kunnen zijn, ja, afhankelijk van hoe we te werk gaan, openen we wel of niet een trauma, dan kan dat wel een behoorlijk intens effect hebben op iemand. Mensen denken vaak dat ze onder hypnose gebracht worden met zoiets. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zelfs de grondleggers van de EMDR weten niet helemaal hoe het werkt, grappig genoeg. Maar ze weten wel dat het werkt. Bij EMDR gaat het erom dat je je ogen van links naar rechts beweegt. Dus niet je hoofd, het is niet alsof je naar een tenniswedstrijd kijkt. Maar je hoofd blijft stil en je ogen bewegen heen en weer. En op die manier wordt er een soort van contact gemaakt tussen de beide hersenhelften. Trauma wordt opgeslagen in je lange termijn geheugen. En dat is wat anders dan je werkgeheugen. Bij de methodiek EMDR halen we het trauma eigenlijk uit het lange termijn geheugen naar het werkgeheugen. Waarbij er voortdurend associaties worden gemaakt door jouw lijf, door jouw brein zelf. Het klinkt een beetje gek, maar dat is denk ik de makkelijkste manier om het uit te leggen. En iedere keer dat er zo'n associatie plaatsvindt, vindt er ook een beetje inflatie plaats. Dus elke keer verdwijnt er een beetje spanning van dat trauma. Net zo lang tot het neutraal is. En dan heb je het eigenlijk gedesensitiseerd. En dat kan een blijvende verandering geven? Ja, absoluut kan dat. Nu vertelde jij dat je een apparaat hebt om de oogbewegingen te bewerkstelligen. En dat je dat niet met, zoals velen denken en doen, dat met je vinger doet. Ik heb vanuit mijn opleiding geleerd om het met een vingerbeweging te doen. Dat ziet er als volgt uit. En dat werkt heel prima. Maar op het moment dat ik meerdere cliënten op een dag zie en behandel met deze methodiek, wordt het ook een beetje belastend voor mijn fysiek. Dus heb ik inderdaad een lamp aangeschaft die dat werk voor me doet. Waarbij ik ook heel mooi de focus kan leggen op de cliënt. En dat vind ik ook prettig. Nu maak je ook gebruik van de Smash Room. Wat is het en voor wie? Ja, wat is het? Nou, eigenlijk is het een zeer wezenlijk onderdeel van de Smash Room. De Smash Room is eigenlijk een plek, heel in het kort, waar alles kan en alles mag. En je mag hier letterlijk dingen stuk maken. Ik ben van huis uit hulpverlener en vanuit mijn opleidingen, verschillende opleidingen gevolgd. En ik ben, met dat ik mezelf ging ontwikkelen, steeds meer tot de conclusie gekomen dat het lichaam vaak niet wordt meegenomen in een hulpverlenerstraject. En daarmee bedoel ik dat we vaak praten, heel veel praten, wat heel belangrijk is, begrijp me goed, maar dat er daarnaast ook nog een lijf is waar vaak emoties zitten opgeslagen. En adviseer jij je cliënten om gebruik te maken van de Smash Room of komen mensen uit zichzelf omdat ze weten
dat ze dat hier kunnen? Ja, allebei. Ik ben met de Smashroom nog niet zo heel lang begonnen. Dus ik merk dat het nu een beetje gaat rollen. Er komt ook nu mond-tot-mond reclame en dergelijke. Mensen hebben een prettige ervaring. Het is heel bevrijdend. Want we hebben allemaal wel eens last van frustratie in meer of mindere mate. We hebben allemaal wel eens de wens om even wat stuk te gooien of dat gevoel eruit te laten. En we zetten onszelf op slot. Heel vaak. En hier mag het open.